We zijn volop in de herfst aanbeland en dat betekent dat ook de jaaroverzichten er weer aankomen. Een van de eerste in dat rijtje is dat van comedian en topchirurg Jeff Goeibergs. Jeff Onversneden, een mengvorm tussen lezing en comedy, waarin hij, zoals hij dat al heel zijn carrière gewend is, met de bottenbijl inhakt op de vrouwelijke medemens. Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en het mannelijke geld. Maar ze willen wel niet meer hun benen open doen. Ik vind het zeer leuk. Ja, dan ben ik hier van huis ook. Echt, ik vond het super. Het is een ongelooflijk verhaal dat helaas nog zeer actueel is. En ik denk dat er heel veel mensen en heel veel jonge gasten dit moeten zien. Vrouwen zijn zo lui. En die zijn zo... Voor zijn voorstelling put Goeibergs uit zijn persoonlijke leven. Zijn diepe, bittere frustratie over zijn twee gefaalde huwelijken en zijn kinderen die geen contact meer willen, zet hij meesterlijk om in een ludieke vorm van vrouwenhaat geschikt voor jong en oud. Allemaal vrouwenhaat! Ik zeg aan Herbert dat ik dat onderteken. Fuck you! Dat deed Goeibergs ook al in zijn vorige shows. Waarom verlaat je mij, jij kutwijf? Waarom verlaat jij mij nu ook, jij tweede kutwijf? En het felgesmaakte, sturen jullie nog eens een sms'je naar de papa. Bij een wijf! Weet je hoe wij dat noemen? Zeg, Jeannette! Ik heb een rode mond, van heel het zo te zitten. De recensies zijn dan ook laaiend. Goeibergs steekt het genie terug in misogynie. En deze show is zijn tijd ver achteruit. Dat je een vrouw niet als gelijk kunt behandelen zonder haar slaaf. Spektakel, ja, groots en onverwacht. Ben je nog meer fan van hem? En schaam u rot! Goeibergs Onversneden, een werkelijk neofascistisch familiespektakel voor jong en oud. Tickets verkrijgbaar bij de KVHV, de Katholieke Vrouwenhatersvereniging, aan €15. €5 voor wijven die hun benen spreiden. Jonge mensen, komen kijken.